Dag Steenbok, bij jullie jaarhoroscoop van 2023. Net als vorig jaar, vorige keer, ga ik themakaarten leggen per maand. Maar wat ik nu ook doe, is een liefdeskaart per maand. En dat is op het gebied van alle relaties. Dus niet speciaal een partner, maar relaties in verhouding tot werk, privé, vrienden, familie. Alles komt daarbij. Dus echt in de relationele sfeer. 2023 is het jaar van de spiritualiteit. Dat houdt in keuzes maken met je hart. Of tenminste werken met gevoel vanuit je hart. Dus niet werken vanuit verstand. En denken van nou, als ik deze keuze maak, dan heb ik daar en daar later profijt van op dat en dat gebied. Maar meer van voel ik me goed bij de keuze die ik maak. Of het een verstandige keuze is, is wat anders. Maar als jij kiest met je hart, is het altijd de juiste keuze. Dus wik en weeg niet met je verstand, maar voel. Maak keuzes in het aankomend jaar met je gevoel. Dat is de bedoeling. Verlenging is, deel 2 is €25, mocht je dat willen. En let wel, het is een algemene reading. Deel 1 is algemeen, deel 2 is algemeen. Dus wel verdieping, maar het is en blijft algemeen. Dus maak het ook niet eigen als het niet zo voelt. Ik doe natuurlijk ook de jaarhoroscoop reading en die kost wat meer. Heeft een ander prijskaartje, omdat ik dan heel persoonlijk ga. Heel diep inga op jouw persoonlijk jaar. Ik heb dan ook andere gegevens van je nodig. Ik maak dan een video van ongeveer 1 uur en dan komt alles aan bod. Financiën, privé, zakelijk en dergelijke. Oké, voor dat. We gaan beginnen. Januari. Voor januari heb ik voor algemeen. Ten of Wands, voor alle duidelijkheid, ik gooi de kaarten, ik kijk ze niet totdat ik de video begin. Staven 10. Ten of Wands. In januari ga je kijken. Het is alsof je de balans opmaakt of hebt opgemaakt van waar kan ik hulp vragen? Waar kan ik ervoor zorgen dat dit jaar anders gaat lopen? Waar kan ik mijn de dingen die mij niet meer dienen loslaten? Wat kan ik laten vallen? Wat kan ik laten gaan? Waar kom ik uit die vermoeidheid? Waar kom ik uit die druk? Waarom leg ik die druk zo op mezelf? Op relationele sfeer, zwaarde 8. Je beperkt jezelf. Je denkt dat je vastzit in bepaalde situaties die niet zijn. Je laat je vastleggen door mensen. Je houdt vast aan mensen dat je eigenlijk niet zou willen. Of je laat je dingen zeggen door mensen die niet helemaal waar zijn. Dit heeft ook te maken met kiezen. Net als de algemene kaart Ten of Wands. Het heeft te maken met kiezen voor jezelf. Waarom voel jij je geremd? Waar zit jouw remmingen? Februari. Aas van Zwaarden. Een keuze maken. Iets wat duidelijk gaat worden. Opheldering. Dingen die aan het licht komen. Waarheden. Eerlijkheid. Besluiten nemen daardoor. Het is iets wat je overkomt, wat gebeurt. En ik blijf het bij elk sterrenbeeld zeggen. Het is niet exact vanaf 1 februari tot 28 februari dat dingen gebeuren. Het is een ongoing proces. Het loopt zoals het loopt. Dingen gebeuren en dingen komen, dingen gaan. Maar aas van zwaarden geeft aan dat er wel iets gaat gebeuren. Je gaat een keuze maken, een besluit nemen. Voor jou, die voor jou het beste uitvalt. De keuze van je hart. Die roos staat voor mij voor het hart. Relationeel, bekers 3. Met iemand een samenwerking aangaan, met iemand een verbinding aangaan. Feestje vieren. Kan zijn contracten, in welke vorm dan ook, iets vastleggen. Verbintenis aangaan met iemand, iets vastleggen, contractueel of via een ring, via een symbool. Het kan op elk gebied zijn, hè? In de relationele sfeer. In maart, de maan. Ik krijg bij deze sterk het gevoel dat je uitgedaagd gaat worden in iets. Iets wat jou best wel een beetje uitdaagt, waar jouw angsten zitten.
wat je best een uitdaging vindt, moeilijk vindt om onder ogen te komen. Maar wel waarvan je weet, ik zal iets moeten doen. Ik zal een besluit moeten nemen. Wat het ook is. Op relationele sfeer krijg ik het oordeel. Naar aanleiding van de algemene kaart, de maan, heb ik het idee dat dat daar een verlossing komt. Je gaat op een gegeven moment een helder moment krijgen, een epiphany, zoals ze dat zeggen. Waardoor je weet wat je moet doen, waardoor je verlost wordt. Een soort van halleluja-moment, zoals ze het mooi noemen. Maar dat is het wel. Het gaat je ineens duidelijk worden welke keus, welke angsten je onder ogen gaat zien en welke keus je gaat maken. Mooi, want het is een bijzondere maand, de maand maart. April, Four of Pentacles. Pentakels 4. Je bent aan het overwegen. Je zit even in een wat starre houding, in een wat dingen die je ingewikkeld vindt. Pas op de plaats. Je houdt vast aan zaken. Kan geldzaken zijn, maar dat gevoel heb ik niet. Ik heb het idee dat je even vast zit in je houding. Je zegt, ja, ik wil even nadenken. Ik zit even, ik laat even niets los, letterlijk. Je laat even niets los. Je wil de dingen voor jezelf oplossen. Dat epiphany-moment, het oordeel, iets wat je duidelijk wordt, dan ben je nog over aan het nadenken en aan het malen. Oké. Is het het goede? Ga ik de goede kant op? Het is alsof je dingen aan het afwegen bent en duidelijk wil hebben hoe het gaat. Relationeel ridder van zwaarden. Je wil betrouwbaarheid, je wil stabiliteit, vastigheid, structuur, zekerheden inbouwen. Je wil zekerheden inbouwen. Je wil doorgaan, maar niet te snel. Je hebt geen zin. Je bent steenbokken, ja. Je bent nuchter, je bent duidelijk. Als je ergens voor gaat, dan ga je ervoor. Je wil niet in en uit in zaken, in liefdesrelaties, in zakenrelaties. Niet in en uit dit en dat. Duidelijkheid, vastigheid, stabiliteit. Mei. In mei krijg ik Aas van Staven. Iets nieuws. Iets wat snel gebeurt. Duidelijk. Gepassioneerd. Iets wat je graag wil. Kan zijn op liefdesgebied. Want algemeen is niet alleen maar algemeen andere zaken dan. Het kan ook iets zijn wat je heel graag wilde, verlangde. Iets wat je, waar je met hart en ziel voor wil gaan. Iets nieuws. Het kan zijn dat je het roer omgooit. Het kan zijn dat je het roer om wil gooien. Nog niet gelijk doet, maar het om wil gooien. Dat je denkt, als ik dit doe, dan is dit wel een totale verandering. En voor een steenbok is dat een dingetje. Want we hebben net gezegd in april dat je niet houdt van links, rechts, links, rechts, maar dat je wel wil of dit of dat. Nou ja, dat kan het zijn, hè? Excuus, ik ga even iets verzitten. Relationele sfeer, dus op het gebied van zaken, partners enzovoort. Munten, 9 van munten. Je kunt jezelf alleen redden. Je bent zeker van je zaak. Je voelt je vrij, je voelt afhankelijk. Met die Ace of Wands samen zou dat maar zo kunnen zijn dat je denkt, het kost mij wat, ik moet wat investeren. Wellicht. Financieel, maar dat kan ook emotioneel heel veel investering zijn. Maar dat je denkt, hoef, het voelt wel goed. Misschien moet ik niet alles investeren, maar misschien wil ik niet al mijn emotie erin gaan gooien, maar ik wil het wel. Juni, King of Swords. Besluiten nemen. Ik had toch ook Aas van Zwaarden? Ja, februari. Jullie zitten ook in de keuzes. Foef. Veel keuzes dit voor veel sterrenbeelden. Maar met name Steenbok, King of Swords. Een besluit nemen. Intelligent, duidelijk afspraken maken. Erover nadenken. Wat wil ik? Wat wil ik niet?
zelfstandig slaag ten ijs willen komen. Relationeel, het scheelt knap van bekers. Het is iets nieuws. Ik zie deze niet op liefde, maar wel over iets hard voor je zaak, hard voor de dingen die je doet, hard voor je emoties niet opzij zetten, maar wel denken, oef, het is iets nieuws. Ik weet misschien niet waar ik aan begin, maar wil het wel. Je bent heel nieuwsgierig om nieuwe stappen te zetten. Jullie, de Hangman. Even pas op de plaats, even nadenken. Even de dingen van alle kanten bekijken. Het is een grote arcana, dus dit is echt wel een uitdaging in de maand juli. Ik weet niet op welk gebied. Het kan alles zijn. Het kan zijn op liefdesgebied, het kan zijn op zakelijk gebied, het kan ook samenlopen. Het kan ook samenlopen. Privé, zakelijk, financieel. Keuzes die je wil maken. Je bent echt even aan het nadenken van, ik heb niet alle, ik wil gewoon alle aspecten bekijken en belichten. Ik moet even pas op de plaats maken. Naar aanleiding van de King of Swords, je wil de dingen vastleggen. Maar je hebt even tijd nodig om de dingen te laten bezinken. Jij gaat niet over één nacht ijs. Het is niet zo dat je in de maand juni besluit, hè, die King of Swords. Maar je wil even de dingen uitkouwen, uitkijken en dan denken, wil ik wel, wil ik niet. Dat kan een aantal maanden duren. En dan kun je al mee begonnen zijn in april, mei, juni. Acht van staven. Liefdesgebied, relationeel gebied. Stappen zetten. Keuzes maken. Uitgedaagd worden. Snelheid. Communicatie. Dus je gaat... Ja, dingen willen weten. Je gaat dingen uitvragen. Verrassingselementen. Dingen waar je nog niet aan had gedacht. Komen ook naar voren. Juli is, zie ik, een maand van uitdaging. Challenge. Ik voel echt uitdaging. Nou, we gaan naar augustus. En wat gebeurt er? Deze zegt mij dat je het gaat doen. Je gaat iets doen. Vrijheidsdrang, ondernemingslust. Iets doen waar je aan begint, wat je nog niet helemaal kent. Iets waar jij stappen in moet zetten, wat je nog niet helemaal... Je weet niet alle ins en outs, dus je moet nog wat leren. Maar je gaat het wel doen. Je gaat het doen. Dit kan zijn een vertrek naar het buitenland. Of een... Het is totaal anders. Het gaat snel. Ineens, als je die keuze hebt gemaakt, dan gaat het snel. Je gaat ervoor en dan is het ook nu. Ik heb wel het gevoel dat je de keuze behoorlijk met je hart hebt gemaakt. Natuurlijk ook met je hoofd. Hè. Er zijn dingen die je wil beslechten, die je wil neerleggen, vastleggen. Het is een rigoureuze keuze. Het is wel iets rigoureus. Niets ernstigs, hè? Maar het is wel een keuze. Je hebt het roer omgegooid. En dat start ergens in maart, in mei. In mei. Dat begint al eerder. Maar het krijgt steeds meer vorm in de loop van het jaar. En in augustus ga ik doen. In het augustus denk je, ik ga ervoor. Het gaat snel. Dan ga ik maar door. Ik moet leren. Maar dit is de keuze die ik heb gemaakt. Touwtjes in handen nemen. Leren gaandeweg. Het heeft te maken met je gevoel van vrijheid. Onafhankelijk willen zijn. Ja. Op liefdesgebied. Koningin van bekers. Ja, weten, heel erg bij je gevoel zijn, heel erg bij je gevoel blijven. Weten welke kant je op wil. In navolging op de kaart van de Chariot zie ik hem wel van dat je je hart volgt. Dat je denkt van oké, ik ga ervoor. Ik weet wat ik wil. Ik blijf bij mezelf. Ik weet wat de impact is op anderen. Maar dit is echt een keuze van mezelf. Die zie ik in augustus. September, Three of Wands. Samenwerking. Een moeilijke periode achter je laten. Ja. Three of Wands. Ja. Vanaf een zware, of zware, maar mentaal stuk. Iets wat je wel veel energie heeft gekost, kom je vandaan. Maar er zijn goede vooruitzichten. Je bent bezig aan het leren. Jouw sterren staan de goede kant op. Het heeft te maken met samenwerking. Samen leren. Hulp vragen, hulp krijgen. Niet alleen hoeven doen.
Relationele sfeer, pentakels 8. Een nieuwe start. De nieuwe start waar je inderdaad voor moet leren. Ik krijg gewoon echt een dubbele bevestiging. De chariot heeft te maken met leren, snel. En pentakels 8 is oké, als het mijn geld gaat opleveren, zal ik er iets voor moeten doen. Ik zal iets moeten stu een studie moeten doen. Of ik zal iets. Ja, het zal tijd kosten. Het zal je. Overdag ben je met dingen bezig en 's avonds moet je misschien iets aan gaan passen. Ik heb het idee dat het kost je energie, maar op een positieve manier. Maar het levert je op. Het levert je het beste op. Oktober, nou, Two of Wands. Het lijkt wel of je gaat samenwerken met iets of iemand. Staven 2 is oké, weet je? We kunnen het wel doen, we kunnen het niet doen. Je kunt met mij in zee of je kunt niet met mij in zee. Wat gaan we doen? Staven 2. Ik wil ervoor gaan. Ik wil met jou samen gaan. Wil je het niet, doe ik het alleen. Ik krijg heel sterk dat gevoel. Maar je staat er goed tegenover. Ik weet niet of dit zakelijk is. Het kan ook een verbintenis zijn met iemand, hè? Dat klinkt heel kil als ik dat zeg, oké. Maar het kan wel zijn dat je zegt van, ik wil ervoor gaan. Ik wil de samensmelting van gezinnen. Ik wil de samensmelting van ons. Dit is nog niet de liefdesbeker, maar de staven 2 heeft ook te maken met vurigheid en gepassioneerd zijn. Ik krijg relationeel de toren. Dus een doorbraak. Iets nieuws. Ook een nieuwe start. Nieuwe start, nieuwe start, nieuwe start. Nieuwe start. Jullie staan echt voor iets nieuws. Het kan bijna niet anders. Het is een doorbraak, het is iets wat je niet kent en wat je niet gewend bent van jezelf. Kijk eens even naar je ascendant. Wat daarin naar voren komt, of daar ook nieuwe dingen zijn. Ja, dit is echt ook weer een nieuwe start. Het kan dubbel zijn. Een nieuwe start op liefdesgebied, een nieuwe start met een liefde in het buitenland, een nieuwe start met een bedrijf en samen met een geliefde. Ik voel veel. Ik voel een hoeveelheid. Misschien een familiebedrijf overnemen. Ik heb geen idee. Iets met een iets veel. Laat het me weten na de tijd. November. Neef of kap, schildknaap van beker is iets wat je wil leren, iets waar je nieuwsgierig in bent, iets waar je je liefde in wil steken en liefde in wil ontwikkelen. Maar ja, je bent afwachtend. Wat gaat er gebeuren? Ik vind het vrij logisch na wat ik net heb gezegd. Relationeel gebied, liefdesgebied, krijg ik 3 van munten. Bouwen, werken. Samenwerken aan een relatie, kinderen, misschien besluiten tot kinderen, als je daar een keuze in is, hè? Nou, met goede, ik zeg niet kiezen voor, want kinderen overkomen je. Jullie weten wat ik bedoel. Maar wel samenwerken, samen bouwen op een warm, liefdevolle manier. Groei, ontwikkeling, er zit iets in groei en ontwikkeling. De juiste mensen vragen en betrekken. Oef, er zit echt iets nieuws. Oké, december, ja. Je krijgt de wereld. Misschien ga je wel iets, een dubbele vestiging, een tweede vestiging in het buitenland openen. Maar het is iets wat je samen gaat doen, waar je samen voor staat. Het is wellicht een identiek, soortgelijk bedrijf, soortgelijk iets. Misschien een verbinding van 2 mensen die bij elkaar komen in de wereld. Maar het is in ieder geval iets waar je heel goed bij voelt. Wat echt voor jou de kroon is op je werk, de kroon is op je leven, de kroon is op je gevoel. Het gevoel wordt heel sterk. En wat brengt het jou? Bekers 10, de zonkaart van de kleine arcana. Het brengt je het beste. Het brengt je het liefste, het mooiste. Het brengt je alles wat je wil. Huisje, boompje, beestje klinkt zo lekker afgezaagd, maar het brengt je vervulling. Het brengt je vreugde, brengt je warmte, blijdschap. Jullie steenbok? Steenbokken, steenbok.
Ik zie dat het jaar jullie een uitdaging brengt, die jullie echt aangaan, uiteraard. En het levert de mooiste resultaten op. Laat het mij weten. Ik hoop dat het resoneert voor jullie. En zo niet, maak het ook niet eigen als het niet zo voelt, want het is en blijft een algemene reading. Dit is echt de energie in die tijd. Dank voor het kijken en ik zie jullie graag de volgende keer.